Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, en ik ben zo blij dat ik dit spel mag doen. Een spel wat net is uitgekomen en ik mag het spelen. En ik wil dan eerst iemand bedanken die mij dit spel heeft gegeven. Namelijk Joey Wolfs, een oud klasnootje van mij. Ik heb op een ICT-school gezeten en ik heb hem daar ontmoet, want het was een klasnootje van mij. En hij is ontzettend pretpark-fan, rollercoaster-fan, kermis-fanaat, No Limits fan. En No Limits 2 is wat wij gaan spelen, namelijk Dive Park. No Limits 2 is eigenlijk de meest realistische rollercoaster ontwerp game. Die eigenlijk ook door professionele bedrijven wordt gebruikt. Om bepaalde G-krachten te weten, om attracties te ontwerpen. Om achtbanen te ontwerpen. En nu gaan wij in een attractie om te laten zien hoe realistisch dit spel is. Ik heb Kookamonda al gesproken en Joey. Die vonden het spel al echt gewoon te geil voor woorden. En nu gaan we even eerst een ritje maken. Daarna leg ik meer uit. Ik ga dan voor het eerst dit spel zien. En we zitten in een karretje. En oké, plateautjes gaan weg. Oh jee. Nou, het valt me op dat de graphics al zijn geupgraded vergeleken met No Limits 1.6 en 1.7. 1.7 was eigenlijk het vervolg van 1.6. En ik zie dat we door het water gaan. En dat zijn allemaal nieuwe dingetjes in deze game. Nou, het is gewoon een ontzettend mooie game. Het is echt verbluffend realistisch. En om te beginnen wil ik het YouTube-account zeggen voordat wij gaan de val hebben. ICTech210809. Kijk even in de beschrijving voor zijn YouTube-kanaal. En dan ga ik je zo meteen meer uitleggen over Joey Pretpark Fanaat. Want het is namelijk heel vet wat hij heeft. Namelijk, hij heeft een website. En een heel forum, helemaal gebaseerd met No Limits, rollercoaster, alles erop en eraan. En hij vond het heel fijn als ik die even opnoemde. En ik zeg, natuurlijk wil ik dat voor jou doen. Want als No Limits freak. Oh jongens. Oh god. Oh my. Dit is zo creepy. Wauw. Oh my god, dit is creepy. Oh my god. Oh, en dan een splash. Door over het water. Oh, hoor die geluiden ook. Wauw. Wat een aparte achtbaan. Oh. Heerlijk vloeiend. Wat een prachtige achtbaan is dit. Apart stationnetje. Ik vind het echt een fantastische achtbaan dit. En kijk, er staat een karretje staat ervoor inrangeren. Prachtig. Nou, natuurlijk kunnen wij ook wat andere dingen proberen, zoals Thunder, Weather Control, Cloud, Snow. Kunnen we het laten sneeuwen? Oh, kijk, het sneeuwt! Ja, jongens, dit is ook maar de eerste keer dat ik het speel, hè, natuurlijk. Dus ik ben ook wat dingen aan het uitproberen. Het regent nou, zie je het? En we kunnen Thunder, kan nu heel erg aanzetten. Clouds kunnen ook heel erg aanzetten. We gaan gewoon, het maken we heel winderig, maken we het. En mistig, het wordt er gewoon kleren weer. Even kijken wat we nog meer kunnen doen, hoor. View panel. Oh, dan kan je helemaal buitenkant zitten, zie je het? Oh, kijk, die bomen ook gaan helemaal tekeer, joh. Simulation speed. Oh, sneller, langzamer, je kan hem verslomen. Wauw, vet, joh. Oké, laten we een andere rij doen. Ja, ik ga eerst even zeggen de websites, voordat we een nieuwe rit gaan doen. En dat is attractions.ictech.nl voor attractiesimulators. Dus wil jij simulaties spelen als spelletjes, dan moet je even kijken naar de website eronder. Het staat allemaal helemaal in de beschrijving uitgelegd. Voor Apple, iOS, jailbreak. Beetje illegaal, maar jailbreak.ictech.nl. Hij vond het leuk als ik dat even opnoemde. En voor het spel moet je naar NLC, dat is natuurlijk van No Limits Coaster, .ictech.nl voor het spel. Dus voor informatie, je kan met elkaar discussies aangaan. Misschien kan je wel een hele gaaf attractie bouwen. Dit spel kost €40 en de professionelere versie is uit mijn hoofd €80. Dus het is een vrij dure game. Nou, we gaan eens even wat anders spelen. Ik heb dit echt nog nooit gezien, maar de Schwarzwald Express lijkt me een hele leuke achtbaan. Gewoon omdat het gewoon vet is. En deze week staat heel mijn kanaal in het teken van achtbanen en
pretparken. Dus zeker No Limits is zeker een leuke toevoeging om aan jullie te laten zien. En we gaan nou in de, ja, in de mijn. In de Vekoma. Daar staat ook Vekoma. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is een bedrijf en die maakt achtbanen. En dit is dus een Vekoma achtbaan, zie ik nu. Oké, en we zitten in het achtbaantje. En we kunnen ook van plaats veranderen. Alleen weet ik nu even niet hoe dat moet. Maar we gaan eerst even van de rit genieten. Wauw, en kijk hoe soepel het loopt, deze simulator. Want je kan het gewoon niet vergelijken met Rollercoaster Tycoon. Onrealistisch. Maar nu dus ook dat je ook met No Limits 2 gewoon de hele omgeving kan bewerken. Je kan bomen plaatsen, je kan berggebieden maken. En ik ben heel benieuwd naar deze achtbaan. Want ik vind het vet om zoiets mee te maken in zo'n achtbaan. Waar ik niet weet. Het geeft me ook een heel echt gevoel dit. En ik zie de baan over zitten lekker hoog, jongens. Ziet er goed uit. Maar ik moet het zo doen, dat is realistischer. Wow! Vet. Mooi hoor, ik vind het geweldig om dit te laten zien aan jullie. En ik vind het zelf ook geweldig om hierin te zitten. Want het voelt ook echt dat ik in deze achtbaan zit. Dus ik te gillen, hè. En kijk hoe vloeiend alles beweegt ook, mensen. Het is echt verschrikkelijk. Moet je kijken, alles soepelt. Het is zo smooth. We gaan nog een keer omhoog. Dat is vaak bij die mijntreintjes, hè. Zo, het is echt een flinke afdaling, zie ik nu. En dat water, oeh. Prachtig. En ik denk dat we dit spel erin gaan houden. Ik vind het een... Kijk nou. Geluiden ook. Heerlijk. En die mooie omgeving. Het lijkt het echt, joh. Nee, de graphics zijn echt geüpgraded als een mallemoer. Dat hebben ze echt goed gedaan. De makers hebben echt goed. 3 keer omhoog. Dat gaat zelfs 3 keer omhoog. Een lang karretje, een lang treintje ook is het. Wauw. Mooie omgeving, jongens. Oeh, en het station zie ik al in zicht. Dit is een vrij lange coaster. Hierna doen we nog eentje. En dan de volgende keer gaan we zeker even kijken of we een eigen achtbaan kunnen ontwerpen. En natuurlijk gaan we ook nog een paar onrides downloaden. Want mensen maken massaal, die zijn waarschijnlijk nu al bezig met het maken van constructies, achtbanen. En ik denk dat er hele vette tussen komen te zitten. En ook misschien wel met eigen objecten, eigen bedachte, gemaakte objecten. Nou, we gaan dus nog even 1 achtbaan kiezen. En als ik kijk, Colossus is een houtachtbaan. Is ook wel heel vet om te zien trouwens. Maar ik zie hier bijvoorbeeld de Wilderness Park. Dat ziet er ook wel goed uit hoor. Ik denk dat we deze eens gaan doen. Dan gaan we de volgende keer gaan we die gaat ook weer door het water, zie je dat? Deze lijkt heel erg op die achtbaan die we eerst hebben gedaan. Maar voor mij is het een andere. Ja, het is een andere. Zo. En Joey Wolfs. Hij wenst me veel kijkplezier bij dit spel. Want het is natuurlijk vooral een simulatie. Is natuurlijk iets om zelf te doen. Maar we zitten natuurlijk gewoon in de achtbaan. En laat gewoon zien van hoe vet het is als mensen achtbanen bouwen. En ik denk dat deze achtbanen gewoon door de makers van het spel zijn gemaakt. En die hebben ze gewoon als soort van test. Hebben ze dat erin geplaatst. Maar het gaat voornamelijk dat je zelf gaat bouwen aan de attracties natuurlijk. Aan de achtbanen. Oké, we mogen instappen. En het lijkt op die ene achtbaan die we eerst hebben gehad. Maar het is weer een iets andere. Oh, kijk nou jongens. Ik vind het zo prachtig dit. Moet je kijken. Wat een techniek. En we gaan gelijk naar beneden. Oh my gosh. Met de rookeffecten zelfs. Oké. Dit is echt heel creepy dit. Oh! Oh my god! Dat is gaaf jongen. Om zo een achtbaan te beginnen en gelijk al die boost krijgen. Weet je, of wakker worden, je zit in de achtbaan. Dat is geniaal. En kijk nou, zelfs details van kleine spotlampjes. En ik geloof dat je op een toets kan je instellen dat die lampjes gaan branden. Dat je ook 's nachts zit. Oh, hier kom ik maar niet aan. Daar kom ik ook maar niet aan. Nou, we zien dat nog wel hoe dat moet. Maar je kan het in ieder geval nacht maken. En dan zie je ook met lichteffecten en zo. Maar er zitten lampjes aan. Oh, we zijn nou echt creepy ogen nu. Moet je kijken. Damn. Oh my god. Dit is echt 1 grote achtbaan. Ik denk sowieso dat die houten achtbaan die Colossus ook wel vrij hoog gaat. Maar dit is echt creepy hoog dit.
Kijk, die omgevingen dan. Prachtig gedaan, jongens. Wat een upgrade vergeleken met het vorige deel. Echt bizar gewoon. Zo verschrikkelijk realistisch. Oh. Oké, kunnen we nog even terug? Oh my gosh, dit is hoog! Wauw. Vet. Jullie dachten dat ik stil hang, hè? Stil hing. Oké, we weer zo'n daling. Oh my god, dat zijn zulke steile dalingen. Die bocht, oh wat creepy. Oh my god. Oh wat creepy dat. Oh dat was een creepy bocht joh. Oh my god. Wauw, een fantastische rit joh. Ik vind eigenlijk dat we er nog één moeten doen. Want ik vind dit verschrikkelijk vet. En dit is een dubbel looping. En wij hebben nog geen loopings meegemaakt. Jawel, halve loopings. Maar dit is gewoon een simpele kermisachtbaan. Volgens mij is deze gebaseerd op de kermisachtbaan. Loopings. Als die zeg maar schuin omhoog wordt getakeld, in een bocht wordt omhoog wordt getakeld, dan is er waarschijnlijk een namaak. Nee, deze kan ik niet herinneren. Hij heeft in ieder geval twee. Oh, kijk dat licht, jongens. Oh, wauw. En vooral natuurlijk omdat een spel zich helemaal baseert op een achtbaan. Is een achtbaan juist het mooiste van het spel? En dat. Is gewoon die graphics zien er gewoon perfect uit. Kijk, het is natuurlijk geen next gen, maar dit is wel echt de meest realistische achtbaan simulatie die er bestaat op de hele wereld. En dat is gewoon vet om dit te spelen. En kijk hoe soepel alles gaat gewoon, mensen. Het lijkt net of je echt in die karretje zit. Nog één. Zit je zo in de achtbaan? Met je hoofd heen en weer. En nu gaan we spelen met de knoppen. Kunnen we iets doen, jongens? Oh, volgende karretje. Oh, daar gaat hij. Hallo. Oh, ik kom weer in het stomme menu. Ik ben een beetje aan het vogelen, hoor. Oh, kijk, zo kan je van de karretje switchen. Een beetje achteraan zitten zo. Kijk. Woehoe. Vet, joh. Nou, een beetje kloten met die achtbaan. Dingen doen. En nu heb ik iets gedaan... Screenshot of zo? Ik weet het niet. Stoppen. Emergent stop. Oh, dat is gaaf. Wacht even, dan weet ik iets heel leuks. Let op. Ik weet wat leuks. We gaan even kloten, jongens. Dat hoort gewoon even bij. En op het einde om de video af te sluiten. We gaan die achtbaan lekker laten stoppen dadelijk. Maar dan op een heel vervelende manier. Jullie weten precies wat ik nu ga doen. Oké, manueel blok. Voel manueel. Reset. On off. We kunnen nog meer doen. Blocks. Trains. Move train. Device. Oké, ik denk dat het alleen geldt voor deze achtbaan. Oké. Dadelijk gaat het gebeuren, jongens. Ik ga hem precies op verschrikkelijke rotmomenten ga ik hem vastzetten. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Maar daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Oké. Jongens, starten. Go. Kan ik hem hier starten of zo? Oh, daar gaan we volgens mij al. Ik hoor iets van een rem. Oh, dat is die rem daar. Oké, dit karretje mag nu gaan. Kom, het mag hoor. Ja. Kom aan, kom op. Gaan die dingen nog naar beneden? Oh, die beugels moeten eens naar beneden natuurlijk. Ja, daar onder gaan ze. Oké. Daar gaan we, jongens. Oh gosh. Let op. Frits, heb jij je gordels om?
mooi. Goedemorgen Hans, ik heb een telefoontje ontvangen. Is dat zo? Zit in... Oh, dit... Kijk, daar staan we. Frits, hallo. We zitten vast hierboven. Geloof ik helemaal niks van. Ja, volgens mij wel. Even kijken hoor. Ja. Oh, dit is grappig, joh. Moet kijken. Oh, dit is toch geniaal, dit. We komen vooruit. Kom op trappen, jongens. Hij moeite. Kijk, dit moet hij gewoon doen. Maar de volgende stop... Kijk, een emergent stop. Let op. Hier moet hij gewoon die speed hebben, anders haalt hij niet. Oh, hij gaat gewoon door. Kom op, stoppen. Stoppen, dit is een emergent stop. Stoppen, ik beveel je. Er zit iemand op de baan, er zit een duif op de baan. Een duif. Kom op. Manuele. Oké, wat doen we? Switches aan. Nee, lukt niet. Wat kunnen we doen, jongens? Ramp, paniek. Het regent ineens. Het regent, jongens. En de thunder slaat aan. En de clouds gaan overcasten. En er staat harde wind. Wat een rotweer, jongens. Huppakee. Vet. Zo. Mooi weer. Nou, jongens, dit was wel leuk. Even wat uitproberen, een beetje uitvogelen. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits video. En nogmaals bedankt aan Joey Wolves voor het mede mogelijk maken dat ik dit spel kon spelen op mijn kanaal. Nou, doei mensen! Outrootje vanuit de achtbaan. Dat is leuk, hè?